In deze videotraining laat ik zien hoe je met een draaiboek gemakkelijk taken en verantwoordelijkheden regelt rondom het indienst- en uitdiensttreden van medewerkers. Bij het in- en uitdiensttreden van medewerkers zijn er allerlei dingen die vooraf en achteraf gedaan moeten worden. Denk aan een werkplek voorbereiden door de facilitaire dienst, een laptop klaarzetten door ICT, een buddy toewijzen door de leidinggevende, etc. En bij het uitdienst gaan zijn er dingen die weer ingeleverd moeten worden. Met een draaiboek kun je dit allemaal heel goed regelen. De taken van het draaiboek worden gestart als een medewerker in dienst komt of uitdienst gaat. Hiermee regel je niet alleen wat er moet gebeuren, maar ook wanneer en door wie het moet gebeuren. Er ontstaan automatisch workflows in de takenlijst van de juiste persoon op de juiste datum en tijd. In deze video laat ik eerst de inrichting zien en daarna hoe het werkt. Hierbij gebruik ik als voorbeeld een draaiboek voor in dienst, maar het principe is hetzelfde voor een draaiboek voor uitdienst. Voor de inrichting van het draaiboek gaan we in startmenu Algemeen onder Beheer naar Draaiboek. Hier zie je dat ik al een aantal draaiboeken heb aangemaakt. Voor elk type draaiboek kun je meerdere aanmaken. Zo heb ik voor een verkoop-buitendienstmedewerker die in dienst komt een ander draaiboek met andere taken dan voor een stagiair. Ik maak een nieuw draaiboek aan om je de mogelijkheden te laten zien. Geef een omschrijving op. In mijn voorbeeld een draaiboek voor servicemedewerkers die in dienst komen. En kies het type draaiboek. In dit geval medewerker in dienst. Voltooi deze en hierna opent direct de eigenschappen van je zojuist aangemaakte draaiboek en ga je naar het tabblad Regels om taken toe te voegen. Met Nieuw voeg je voor elke taak een regel toe. Selecteer het profiel voor deze draaiboektaak. Dit profiel wordt gebruikt om bij de indiensttraining van een medewerker een dossier-item aan te maken en een specifieke workflow te starten. Het profiel bepaalt ook welke velden in de workflow beschikbaar zullen zijn. Je ziet hier enkele profielen die worden meegeleverd, waarbij de bestemming voor de draaiboektaak vermeld wordt. En ik heb deze algemene om zelf aan te geven voor welke gebruikersgroep de taak bestemd is. Je kunt ook eigen profielen aanmaken van het type draaiboektaak, maar ook voor dossier-items, zoals ik heb gedaan voor bedrijfseigendommen. Ik zal per profiel een taak aanmaken om je concrete voorbeelden hiervan te laten zien. Let op, mocht je een profiel niet zien, controleer dan of deze geblokkeerd is. Ik kom hier zo bij de inrichting van de profielen op terug. Als eerste voorbeeld gebruik ik dit algemene profiel, draaiboektaak, om zelf aan te geven voor welke gebruikersgroep deze taak bestemd is. Dit profiel heeft een algemene workflow zonder specifieke gebruikersgroep en daarom geef je deze hier bij de gebruikersgroep op voor wie deze taak bestemd is. Ik doe facilitaire dienst met omschrijving van de taak, werkplek voorbereiden en poetsen en een toelichting op deze taak. Een vervolgtaak is bij deze niet nodig. Dit leg ik zo uit bij een volgende taak. Selecteer pijldatum, datum in dienst, en vul in wanneer deze taak moet plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld een aantal dagen zijn voordat de medewerker in dienst komt, of juist een aantal dagen nadat de medewerker in dienst is gekomen. Zo regel je dat op het moment dat iemand in dienst komt, niet alle taken in één keer klaargezet worden, maar netjes op het juiste moment de taak in iemands takenlijst terechtkomt. In dit geval 2 dagen voordat de medewerker begint. Voor dit voorbeeld selecteer ik draaiboektaak HRM leidinggevende. Dit profiel is gekoppeld aan een workflow, waarbij de leidinggevende van de medewerker volgt uit die workflow, dus ik vul hier geen gebruikersgroep in. Deze leidinggevende heeft de taak om de medewerker te ontvangen op de eerste werkdag, dat is dan 0 dagen vooraf. Voor een draaiboektaak voor de buddy gebruik je dit profiel, bijvoorbeeld om een rondleiding door het pand te geven. In dit voorbeeld maak ik een draaiboektaak voor de medewerker om een contactpersoon in nood vast te leggen. In dit voorbeeld leg ik ook een vervolgtaak vast. De ontvanger van deze taak ziet dan een actieknop die linkt naar een bepaalde pagina om iets uit te voeren. Dit kunnen allerlei soorten pagina's zijn, een overzichtspagina met gegevens of een pagina waar je iets moet aanmaken. In dit geval naar mijn familie met als actieknop contact in nood vastleggen.
Hiermee ziet de medewerker in de taak de actie contact in nood vastleggen staan en wordt na het klikken hierop doorgestuurd naar de vervolgpagina familie en kan daar een familielid aanmaken als contactpersoon in geval in nood. Ik zal je straks laten zien hoe dat eruit ziet. Als laatste voorbeeld heb ik een taak met een profiel voor dossier-items. In mijn voorbeeld voor het uitleveren van bedrijfseigendommen, zoals een laptop. Dit is een profiel voor een eigen vrij type dossier-item. En let op, zorg hierbij wel dat het bijbehorende type dossier-item de bestemming medewerker heeft. Deze taak loopt via een workflow en wordt na goedkeuring opgeslagen in het dossier bij de medewerker. Wil je meer weten over het maken van instuurprofielen voor dossier-items? Klik dan rechtsboven in je scherm op het i'tje om de betreffende video hierover te bekijken. Als je alle taken aan het draaiboek naar wens hebt toegevoegd, sluit je deze. Op dezelfde manier kun je naar wens verschillende draaiboeken voor in- en uitdienst maken. Om de workflows te kunnen aansturen gebruik je profielen voor het aanmaken en voor het beoordelen van de draaiboektaak. Zoals gezegd kun je direct al gebruik maken van deze standaard meegeleverde profielen en je kunt eigen profielen aanmaken. Je ziet bij de meegeleverde profielen dezelfde categorie-indeling voor de bestemmingen als bij de workflows. Zo is het profiel draaiboektaak voor medewerker gekoppeld aan de workflow draaiboektaak voor medewerker, zodat deze taak naar de juiste bestemming gaat. Je kunt het profiel met een eigen context naar wens aanpassen. Ook kun je ze blokkeren als je ze niet wil gebruiken door in het profiel het veld geblokkeerd aan te vinken en met het slotje kun je zien welke profielen geblokkeerd zijn. Vervolgens moet je je draaiboek koppelen aan het juiste indienst- of uitdienstprofiel dat je gebruikt. Ik open dit indienstprofiel en op het tabblad draaiboek koppel ik het zojuist aangemaakte draaiboek voor de servicemedewerker. Ook koppel ik hier mijn al eerder gemaakte draaiboek voor herindiensttraining. Wil je bij het indienstmelden meteen een buddy opgeven, zorg dan in de context medewerker dat je dit veld zichtbaar en verplicht maakt. Wil je overigens meer over profielen weten? Klik dan op de i rechtsbovenin om de video hierover te bekijken. En ik verwijs je graag naar onze help op help.avas.nl voor meer informatie over het draaiboek. Ten slotte gaan we in startmenu algemeen onder in- en outside bij site de eigenschappen van je InsidePortal openen en op het tabblad type pagina zorg je ervoor dat je draaiboektaken hebt aangevinkt. Zorg ook dat je een geplande taak voor draaiboektaken aanmaakt. Hiermee plan je de taak wanneer de draaiboektaken moeten worden gegenereerd. Dit kan automatisch na een andere geplande taak worden uitgevoerd, bijvoorbeeld na actuele gegevens vernieuwen, zodat draaiboektaken op de meest actuele gegevens gebaseerd zijn. Nu we een draaiboek hebben ingericht, laat ik zien hoe dit werkt in het proces bij indienstmelden van een medewerker. Voor uitdienst werkt dit in principe hetzelfde. We gaan hiervoor naar Insight en let op, mijn Insight kan er anders uitzien dan die van jou. Op mijn site ga ik naar HRM en klik ik op medewerker in dienst melden. Ik selecteer het indienstprofiel van de medewerker waaraan ik het draaiboek heb gekoppeld. Dit is service medewerker en vul de gegevens voor de nieuwe medewerker in. En hier kan ik ook de buddy meteen invullen, zodat je iemand direct kan aanwijzen om te begeleiden. Klik op volgende om verdere gegevens in te vullen en dan op aanmaken. Omdat ik ook beoordelaar ben, zie ik de workflow om de indienstmelding te beoordelen direct in beeld en ik keur deze goed. Hierna worden de taken van het draaiboek klaargezet en zal met behulp van de geplande taak automatisch op het juiste moment in de juiste takenlijst worden gezet van de juiste persoon. Voor het gemak van de demo heb ik de taken al gegenereerd. Zo zie ik als leidinggevende Koos Baartman op de dag dat de medewerker start keurig de taak staan om de medewerker te ontvangen op de eerste werkdag en kan deze taak vervolgens afhandelen. En log ik in als medewerker Willeke, dan heb ik inderdaad hier de taak Contact in nood vastleggen. Open ik de taak, dan zie je hier de actieknop Contact in nood staan zoals we als vervolgtaak hadden ingesteld. Klik ik op deze, dan ga ik netjes naar de vervolgtaak voor het aanmaken van een familielid en kan ik deze als contact in nood vastleggen. Daarna kan ik mijn draaiboektaak afhandelen. Omdat Willeke in dienst gemeld is, zal ik laten zien dat het in Profit Windows ook bijgewerkt is.
onder de medewerkergegevens van Willeke zie je inderdaad op het tabblad Familie netjes de gegevens voor contact in nood staan en op het tabblad Samenwerker de vastgelegde buddy. Log ik vervolgens in Insight als de buddy, dan zie ik inderdaad ook netjes een taak in haar takenlijst staan. Op deze manier heb je met het draaiboek de taken en verantwoordelijkheden goed geregeld. Tot slot als tip geef ik nog mee dat je een portalpagina voor onboarding van nieuwe medewerkers beschikbaar kan maken. Met hierop de informatie die ze aan het begin nodig hebben en met hun eigen onboardingtaken. Tot zover deze videotraining over het draaiboek voor in- en uitdienst.